Op basis van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19-virus is het niet haalbaar dat de scholen hun deuren weer openen op 15 april. Dit haalde de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, gisteren aan tijdens de dagelijkse persconferentie van de overheid. De bewindsvrouw wees erop dat als de huidige criteria van 2 meter afstand en de beperking op samenscholing in acht genomen worden, het niet mogelijk is dat de scholen hun onderwijsproces op dezelfde manier voortzetten. De kinderen komen met de bus. De bussen vervoeren normaal 40 kinderen. Dat kan dus niet. Nog de groepjes, nog de afstand in de bus of in de boot. Of in de klas. De klassengrootte varieert tussen de 30 en de 40 leerlingen per klas. Kan u zeggen, ja, we gaan groepjes maken van 10. Maar dat betekent dat ik per klas 4 lokalen en 4 docenten moet hebben om die groepjes van 10 te doen. Nou, dat is niet haalbaar. Dus wij gaan ervan uit dat op basis van deze criteria die heel erg belangrijk zijn om inderdaad de community spreading te voorkomen, wat nu onze belangrijkste opdracht is, is het belangrijk dat we de scholen nog gesloten houden. Verder zegt Ferrier dat het ministerie in verband met de mogelijke late start van het onderwijsproces enkele voorbereidingen heeft getroffen. Zo zijn de repetities en schoolonderzoeken voor de resterende schoolperiode al geherprogrammeerd. Ook zegt ze dat er mogelijkheden zijn bekeken van distance learning. We zullen distance learning aanbieden via tv-producties. Werkelijk, omdat we de tv via de tv landelijk de mensen zoveel mogelijk kunnen bereiken. En zodat de leerlingen geen leerachterstand oplopen. Volgende week kunnen we al starten met de eerste uitzendingen van het streamonderwijs via de tv-zenders voor de 5e en de 6e klasses. Die groep is voor ons heel erg belangrijk, omdat die kinderen dit jaar toets zouden moeten doen voor het vervolgonderwijs. Dus we beginnen daarmee. En het streamonderwijs, en stream staat voor Science, Technology, Reading, Engineering, Arts en Math. En daar hebben we al 18 lespakketten ready. Kunnen we dus nu uitzenden. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak gisteren bij de dagelijkse persconferentie van de overheid rond het COVID-19-virus. De scholen zullen voor nu hun deuren dicht houden, terwijl het ministerie distance learning zal introduceren.